Wijsheid. De score zit in brand. Dit is de trailer van het Ippenlofspul in Riepsjerk van komende september. Het stuk Majesties geeft dit hier Woltroch. De organisatie Wolling doet de gok in deze periode. Maar zelfs het script laat al kleer. Alles wat een lichaam van een man trots naar je kind. Een jonge god mij een eerste verstommen. Wist vergeten dat zij die man deesketten hebben? Omdat er nieuwe ideeën hier? Ze gunnen us glok net. Ze gunnen us het libben net. 30 april begint de tariering. De kruiden, dat het hier belofspel is, wordt dan insjeden om in september een mooi maïsveld te hebben. Nou, als je dan rennen, de mensen die rennen zijn toch het paard. Een soort doolhof eigenlijk, toch het maïsmaatje. En dan komt er die tribune. En dan zeggen de mensen die zeggen die kant op. En het zit helemaal vol met maïs. En er komt hinders komen erbij en trekkers en kloffende mensen. Maar de maïs in zitten hier en 30 april is voor ons een soort deadline. En voor hier hebben we besloten om het net te doen. En dit hier denken dat het wel kan. En we doen het gewoon. He, want als we het net in zitten en het kan misschien wel een krieve speed. Dus, en dat wil ik net. In Riepsjerk zal het los, maar in Burgum bleef het juist stil. In maai is hoe bij het Malkenfabriek een uitviering van Schindlers List plakvinden. Maar dat is voor de eerste oud zijn. We zitten weer in de lockdown in januari. En je hebt de verantwoordelijkheid als bestuur over meer dan 100 mensen. Dus we kunnen het repeteren. Het kan het in maai. Dat is best wel dreef van een regisseur. Het is... het leest word je doen wat je graag doen wil. En dat dan het besluit komt dat ze hem eigenlijk... twee keer uitstellen, maar ik kan wel eerlijk zeggen dat wil zeer. Verskaat hier belofspul in jouw oor nog te wrakselen met de regels. In Jorwert gaat het, zou het nou liggen, Woltroch.